Dit is een bespaartip van Piet en Hendrik. Dus als je rookt, dan is sigaretten is duur. Want een sigaar kost in dit geval 25 cent per stuk, als het geen 26 was, uit Grafhorst. 100 in een pak voor 26 euro. Zo'n sigaar, die rook je niet zo vaak als een sigaret. Dus een sigaret is toch vrij kort roken en zo. Kost je klauwen met geld. En dus met een sigaar ben je goedkoper uit. Kun je het zo samenvatten? Ik moet even denken aan een heel leuk liedje. Als het een mist maak het nou niet te lang, Pietje. Eddie. Nou, kom er maar, Piet. Je hoofd is verdwenen op wanneer de rook in je hoofd is verdwenen. Je had over een bespaartip. Je weet, Hendrik, wij improviseren dit. Dit komt iets wat jij niet verwacht. Ik bespaar me nu van verdere commentaar. Omdat jij dit filmpje toch niet gaat plaatsen. Of ga je nu juist wel plaatsen, Hendrik? Dit is toch een leermomentje dit voor trigger, Piet. Dit is een trigger. Dit weet hij dus niet. Maar daar is hij me later dan dankbaar voor. Want hij vertaalt het dan direct toe, wat ik zeg. Direct naar dan het nare. Nee, dus datgene wat niet... Woorden, Hendrik. Ja, het is nooit wat ik zeg bij Piet. Het is altijd net even iets anders. Het maakt niet uit, want die woorden zijn ook buiten het bereik van dit filmpje gevallen. Dus mensen weten sowieso niet waar we het over hebben, Hendrik. Dat is prima. Dat kunnen mensen ook niet oordelen over wie... Okay. Ongelijk heeft, bestaat ook bij. Luister maar gewoon aan mij, hoor, mensen. We zijn gedachten aan het wisselen. Ja. Op een vreedzame manier. Ja. Dus waar doe ik haar? Aan. Ja, het is goed zo. Dag.